We hebben het hier niet alleen over BHV. Het is hier ook een familiegebeuren, een sportgebeuren. Het grootste sportgebeuren, familiaal gezien, van het jaar. En dat wordt nu geboycott. Dus ik denk, ik kan u ook zeggen, het is niet de laatste gordel. De 32e gordel zal niet de laatste zijn. Er komt een 33e gordel. We gaan alles nog eens opnieuw bekijken. Hoe, wat, hoe in dat diezelfde we dat kunnen. Gemeente? Ik sluit dat absoluut niet uit. We blijven in die dat filosofie. Dat zullen ze niet graag horen in Sint-Genesius-Rode. Maar het is wel de filosofie. Wij mogen toch wel in de Vlaamse rand rond Brussel iets organiseren. Een sportgebeurtenis die nu jaren bestaat. Ik ga een succesformule die we hebben, niet zomaar afschaffen, zomaar helemaal teniet doen. Ik wil iets houden en dat is ook de filosofie eventueel die we hebben. Eventueel een 33ste gordel. Zeker, zeker een 33ste gordel. Misschien wel een andere formule. Nog eens geüpdate, is een renewed, revised filosofie bekijken. Wat kunnen we daarbij doen? Kunnen we er een stukje toerisme bij doen? Ik denk dat er zoveel te bieden is. Je plaatst eigenlijk die gemeente in de kijker. Dit is toch positief voor die gemeente?